Hallo en leuk dat je luistert naar Enrise AI. Enrise AI is een videopodcast over, je raadt het al, kunstmatige intelligentie. Het wordt gemaakt door Jeffrey Goyaerts en Sander Bast. Dit zijn respectievelijk een back-end developer en een product owner die beide werken bij het tofste digital agency van Nederland, namelijk Enrise in Amersfoort. In deze podcast vertellen Jeffrey en Sander over de laatste ontwikkelingen rondom AI. Maar ze vertellen ook over hun dagelijkse werk bij een grote softwareontwikkelaar en hoe AI daar elke dag een steeds belangrijkere rol in speelt. Ik ben Peter van Vliet en ik ben werkzaam als marketeer bij Enrise. Ik monteer de uitzendingen, verzin de scripts en spreek intro's in. Tenminste, zolang Jeffrey en Sander me nog niet hebben vervangen door een of andere zelflerende bot. Tot die tijd, veel plezier bij weer een nieuwe uitzending van Enrise AI. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Enrise AI. En ditmaal in het jaar 2024, Jeffrey. Ja, nieuw jaar, nieuwe kansen. Het 2023 is wel echt voorbij gevlogen voor mijn gevoel. Om meerdere redenen, maar ook echt met AI. Hè. Er is echt een giga veel gebeurd, heel snel achter elkaar. Ja. Ik ben benieuwd wat 2024 ons gaat brengen. Alleen nog maar sneller, dus we gaan het zien. Ja, en om het daarop door te gaan, ik zou het leuk vinden als we allebei, laten we zeggen, 3 voorspellingen doen voor 2024. Wat denk jij dat er aankomend jaar gaat gebeuren op vlak van AI? We hebben natuurlijk vooraf al een beetje besproken. Ik heb er zelf ook 3, dus zullen we ze om zijn beurt doen? Ja, is goed. En dan misschien dat we voor eind 24 halen, weet ik niet. Maar misschien dat we halverwege kunnen kijken of het een van de voorspellingen al uitgekomen is. Zo snel gaat het volgens mij wel. Maar trap maar af, zou ik zeggen. De meest makkelijke is natuurlijk GPT-5. Ze hebben het al, volgens mij eind vorig jaar, hebben ze een patent er al op aangevraagd, op de naam überhaupt. En zeker nu dat Google natuurlijk Gemini Ultra heeft aangekondigd. Ja. En zegt, daarmee gaan we alles en iedereen van de baan slaan. Moet OpenAI natuurlijk wel met GPT-5 aankomen zetten. En daar heb ik best wel hoge verwachtingen van. Dus je ziet de stappen zijn natuurlijk nu. Makkelijk is inderdaad te zeggen, het komt eraan misschien. Maar ja. Wat zijn dan inderdaad, wat kan het dan? Ik denk dat het nog dieper de context in kan gaan. Wat je nu soms ziet is dat je een bepaalde opdracht geeft aan GPT-4 in dit geval. Mm. En dat die toch vaak nog een beetje aan het zweven is. En ik denk dat GPT-5 echt gewoon daar best wel koud in zal zijn. Gewoon straight to the point. Natuurlijk kun je de temperature altijd een beetje tunen. Mm-hmm. En ChatGPT natuurlijk wat minder, maar als je de API zou gebruiken, zou het wel kunnen. En ik denk dat GPT-5 gewoon koud is. Maar wat bedoel je met zweven dan? Nou, dat je toch merkt dat hij van zijn antwoord af begint te raken. Hoe langer het antwoord wordt, hoe steeds verder van het punt het antwoord raakt aan het einde. Ja. Je ziet dat hij in het begin echt heel erg, hij snapt mijn vraag. En dan slaat hij een route in en denk je, maar dit slaat helemaal nergens meer op. En je merkt dat verschil tussen 3 en 4 merk je daar al echt al een hele grote stap. En je merkt überhaupt dat de stapjes steeds groter worden. Dus ik denk dat tussen 4 en 5 daar ook echt een grote stap in zal zitten. En over die temperature, dat kun je nu wel in de API-kant, laat me zeggen, instellen. Maar niet aan de ChatGPT-kant, hè? Nee. Zou dat nog interessant zijn om toe te voegen? Want soms kan je misschien, als je wat meer gaat hallucineren of wat minder op de regels, hoeft, kan die misschien creatiever overkomen? Voor de power user misschien wel. Mm-hmm. Maar de gemiddelde consument die heeft geen flauw benul wat het inhoudt. Dus ik denk niet dat het voor hun een toegevoegde waarde kan zijn. Het kan leuk zijn inderdaad als je zegt, iedereen met een subscription die mag ermee spelen. Ja. Maar hou rekening mee dat, zus en zo. Maar verder heeft het denk ik weinig toegevoegde waarde voor de normale gebruiker, om het zo te zeggen. Ik heb zelf ook een redelijk makkelijke, denk ik. Maar ik verwacht dat we nu echt naar een adoptie gaan op hele grote schaal. En dat komt denk ik met name door onder andere dat de Google en Amazon, et cetera, met de Home Assistants komen. Dat daar ook AI in geïntegreerd wordt. Bijvoorbeeld kijk naar mijn ouders, die allebei recent met pensioen. Die hebben wel allemaal zo'n Google-apparaatje staan die ze er af en toe kunnen activeren, maar dat kan natuurlijk nog helemaal niks. En die weten ook wel wat ChatGPT is door mij, maar ze gebruiken het niet. Maar als het zometeen in dat soort apparaten terechtkomt, die al in huis staan of die al dingen kunnen, dat er volgens mij dan wel heel veel echt gaat leren van, wat kan het nu? Hè? Los van dat het in zoekmachines verweven wordt. Ja, natuurlijk stiekem zit het in heel veel al een beetje. Wat je waarschijnlijk meer zou gaan zien, dat het een beetje je gedrag gaat kunnen analyseren. Van, je bent voor bepaalde tijden thuis en ik merk daar een patroon in. En natuurlijk kan dat al heel lang, maar nu kunnen ze daar meer contextafhankelijk naar kijken. Dus dat u bijvoorbeeld bij wijze van spreken je agenda kijkt en zegt, je hebt die meeting. Dat loopt wel vaker uit. Of je hebt deze plannen en dat op basis daarvan misschien je verlichting een bepaalde stand zetten of je temperatuur aanpassen.
AI wordt natuurlijk ook al gebruikt bij die assistants. Met taal, als je er tegen praat, dan ben je stiekem al AI aan het gebruiken. Ja, maar op dat vlak denk ik zometeen dat het echt heel, heel hard gaat. Dat je denkt, hey, met wie, dat zijn ideeën, met wie praat ik echt? Want het is wel zo'n leuk gesprek. Dat je een persoonlijk gesprek voert. Ja. Dat het echt wel heel veel gaat gebeuren, denk ik. Oké, punt 2. Gadgets. Ik denk oprecht dat gadgets nu echt een groot ding gaan worden. Je zag volgens mij nu een half jaar geleden kwam Humane AI met een tool, de AI-pin. Mm-hmm. En eigenlijk kon je inderdaad op je borst plakken. Of plakken met een magneet. En wat die kon doen was in principe meekijken met jouw dag. En dan kon je zeggen van, dit was wel push-to-talk, want ze wel privacy. Nou oké, push-to-talk, druk je hem in. Hé, hoeveel calorieën zit in dit product? En dan vertelde je hoeveel calorieën erin zaten. Maar wat ook een hele leuke gimmick daarin was, is je kon je hand ophouden. En dan projecteerde die met een laser, dus als het ware een display op je hand. Ja, dat soort dingen, daar ga je steeds meer krijgen. Maar als je dat kan samenvoegen met AI, dus hé... je bent mijn assistent, ik wil dit en dit doen, of noteer zus en zo. En tegelijkertijd ook nog weer die extra gadget van wat je normaal met je telefoon doet. Ik denk dat dat best wel een belangrijk punt is. En je ziet dat steeds meer opkomen. Rapid R1 op CES 2024. Ook het zo meteen nog gaan we het zo meteen over hebben. Maar ja, je ziet dat die gadgets steeds meer toenemen en dat de interesse groot is. Ook in brillen, et cetera. Ja. En die raakt ook wel een van mijn voorspellingen. Want ik heb echt voor me zie ik dat de manier hoe we internet gebruiken, hoe we telefoons gebruiken, dat dat ook ergens moet gaan veranderen. En dat gaat AI denk ik doen. Dus we zijn ooit naar de iPhones van toen. Hè, dat digitale scherm waar je op kunt je telefoon kunt gebruiken. Dat, ik denk dat we naar weer zoiets toe gaan. En de vraag is nog voor mij nog een beetje hoe. Maar het zal heel erg op efficiëntie liggen, personalisatie. En totaal iets nieuws, denk ik. Precies. En over hoe we websites gebruiken. Volgens mij gaan we daar echt ook al aankomend jaar. Je zit er nu in de gadgets, hè, op de manier hoe je dingen kunt gebruiken. Dat we aankomend jaar echt grote veranderingen gaan zien. Waarvan je denk ik, wauw, dit had ik niet zien aankomen. Ja, je krijgt een beetje weer een switch in een soort nieuwe interface, zou je het bijna kunnen noemen. Natuurlijk inderdaad, de switch van geen mobiel naar mobiel. Dat was wel een nieuwe interface. Ja. En nu krijg je eigenlijk van mobiel naar niks. Of je stem, of dus dat wordt heel interessant. Ik ben benieuwd waar dat naartoe gaat. Ja. Oké, en jouw je laatste voorspelling voor 2024? Dat is natuurlijk iets waar ik best wel veel over verkondig, eigenlijk vanaf het begin al. Agents. AI agents. Je ziet dat ze dat nu echt best wel aan het ontwikkelen zijn. Er komen steeds meer frameworks voor, er komen steeds meer toepassingen voor, steeds meer mogelijkheden. En ik denk dat daar wel echt een grote toekomst in zit. Er zijn nu al bedrijven die zeggen van we hebben gewoon een deel van ons bedrijf bestaat uit AI agents. En het feit dat jij dus een bedrijf kan runnen puur door virtuele werknemers. Ja, dat is natuurlijk het feit dat mogelijk is al heel bizar. Moet je voorstellen dat dat zich verder gaat ontwikkelen. En ik denk ook zeker dat dat gaat gebeuren. Dan moet je ze vooral denk ik vooraf opleiden, / programmeren. Dat ze weten wat ze voor jou bedrijf moeten doen, hè, welke rol ze hebben. Ja. Maar dan kan het wel hard gaan, denk ik. Ja, het zal in het begin inderdaad de eerste stapjes zijn. Het beetje het fine-tunen, het beetje het zorgen dat ze de juiste taken kunnen doen. Maar ik denk als je daar eenmaal daar een solid design in hebt, dat je daar heel snel progressie in gaat maken. En hoe zie je dat voor jezelf? Heb je dan voor jezelf ook dan verschillende agents die jou continu de hele dag helpen met dingen? Of is het zowel privé als werk? Nee. Of heb je er één die alles dan kan of die verschillende agents inzet? Nee, ik denk voor de gebruiksvriendelijkheid heb je één agent waar je mee praat. Dat is je buddy, je coach, je rubber duck, hoe je het wil noemen. Maar ik denk dat daarachter dan een heel leger staat, bij wijze van spreken, aan de agents. En dat in de vorm van, noem maar op, zelfontwikkeling. Eentje die je bezighoudt met jouw zelfontwikkeling. Van, wat zou je nu kunnen gaan doen? Of, ik wil hierop focussen, wat kan ik het beste doen? Misschien wel eentje die inderdaad meekijkt met je voeding. Misschien een professioneel leven. Ik ben developer. Misschien eentje die zegt van, je zou hier zo naar kunnen focussen. Of heb je dit laatste nieuwtje al gehad? Dit vind je sowieso interessant. Iets wat gepersonaliseerd is op mij. Dus dat hij me op basis daarvan de laatste weetjes zou kunnen laten weten. En misschien wel eentje die gekoppeld is, bij wijze van spreken, aan mijn laptop. En kan meekijken van, je hebt nu dit getypt. Ik zou misschien hier gelijk op kijken. In plaats van dat je je code schrijft, het als het ware in ChatGPT moet plakken. Of je code assistant gebruikt. Dat hij eigenlijk live al aan het meedenken is. Of mee aan het typen is. Van, je kunt hier op letten, je kunt hier naar kijken. Je noemt natuurlijk nu steeds agents, verschillende agents. Maar uiteindelijk zeg je wel, ik praat er misschien tegen één. Ja. Wat is misschien ook wel vreemd als je gewoon één hebt die alles kan. Hè? Want nu in het dagelijks leven ga je of naar je financieel adviseur of naar je personal trainer. Het zijn allemaal verschillende mensen natuurlijk. Ja, dat ontstaat natuurlijk uit het feit dat je wil niet met... hoe vervelend is het
Als je, oké, okay, ik heb hier hulp mee nodig. Oh, dan moet je naar die persoon toe. Ja, oké, okay, ja. Ik ga even naar die persoon toe. Ja, ik heb hier net hulp mee nodig. Oh, nee, dan moet je naar die toe. Niks je vervelend... de namen vergeten van wie je nodig had. Niks vervelender dan continu van nou, de links naar rechts, naar voor en achter gestuurd worden, puur omdat je hulp nodig hebt op een bepaald onderdeel. Je vraagt gewoon om een trainingsprogramma en die krijg je gewoon. En, precies. Ja. Ik wil gewoon één assistent hebben. En die helpt mij met mijn vragen. En ik denk dat daar heel veel toekomst in zit. En dan had ik er ook nog eentje. En ik denk dat er een uitspraak komt in een grote rechtspraak aankomend jaar. Die duidelijk gaat maken over hoe AI's wel, wat ze wel niet aan data mogen gebruiken. Of hoe ze getraind zijn. En de New York Times volgens mij nu met een relatief grote bezig over de beschermde artikelen die dan gebruikt zijn. En ja, of het dan wel niet fair use was en wat ze ermee mogen. En ik ben heel erg benieuwd wat dat doet, want volgens mij gaat zo'n uitspraak kan twee kanten op. Hè. Dus of dat het model misschien veranderd moet worden, moet de data uitgehaald worden, en wat voor impact heeft dat dan? En geldt dat dan voor ook voor bredere? Of gaat, en houdt dat dan ook de ontwikkeling van AI misschien tegen bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat het tweeledig is. Aan de ene kant wil je natuurlijk inderdaad die fair use hebben. Je wil zorgen dat de mensen die iets gemaakt hebben, daar ook de credit voor krijgen. En het moet niet zo zijn dat alles zomaar van straat geplukt kan, slash mag worden. Maar aan de andere kant, als je dat wel gaat beperken, als je wel gaat zeggen van oké, okay, je geeft geen credits, mag je het ook niet gebruiken. Dan ga je waarschijnlijk meer content krijgen die gegenereerd is door AI. Want ja, we hebben data nodig. Oh, dan genereren we gewoon een tekst die niet hetzelfde is, maar erop lijkt. Misschien een paar foutjes heeft, maar dat maakt niet uit, want het lijkt er wel op. En dat je daardoor meer valse data krijgt. Dus ik denk dat het, of het gaat inderdaad de goede kant op, meer credits. Je ziet dat veel bedrijven daaraan werken, dat ze altijd de juiste credits kunnen geven aan de juiste mensen. Maar als we dat niet gaan doen, dan ga je de kant op van oké, wat is nog wel echt? Want je gaat steeds meer de kant op van oké, we genereren wel zelf wat data, zodat we daarop kunnen trainen. Het hoeft niet per se waar te zijn, het gaat meer om het principe. De temperatuur iets andere kant op en hij gaat verzint wel een mooi verhaal. Precies, ik denk dat dat een beetje een soort tweewerking is. Dat was trouwens ook nog een interessante, want ik dacht laatst na over duurzaamheid. Volgens mij kost het best wel veel energie om een antwoord te genereren. En we zitten ook misschien wel een beetje op vlak van duurzaamheid willen we wel met z'n allen zoveel consumeren, hè? Steeds meer nieuwe dingen maken en het gebruiken, et cetera. En eigenlijk wat AI doet, is nu continu iets nieuws creëren. Hè? Want en ook al heeft hij misschien ooit hetzelfde antwoord al een keer gegenereerd. Ja. Is dat dan, zat ik te denken, is dat wel duurzaam? Of is daar ook nog een modus van, kunnen we dat dan niet bijvoorbeeld gaan eerder gebruikte antwoorden hergebruiken, omdat het dan een soort van duurzamer zou zijn? Of denk je dat dat beide evenveel energie kost? Nou, ik denk dat je daarin een afweging gaat maken. Mocht de vraag één op één hetzelfde zijn, kun je natuurlijk makkelijk hetzelfde antwoord geven. Dan krijg je een soort caching-mechanisme van hey, die vraag is al gesteld, nou geef hetzelfde antwoord maar. Natuurlijk gebaseerd op tijd, want je wil niet dat als iemand 10 jaar geleden een vraag heeft gesteld, ja, dan zal die tegen deze tijd wel veranderd zijn. Daar moet natuurlijk wel een bepaalde leidraad in zitten. Maar ja, lastig. Het is dan lastig, maar het was wel grappig. Want we genereren continu iets nieuws, nieuws. En er zijn nu al ontelbaar aantal antwoorden gegenereerd door. Ja, en dan is natuurlijk weer de vraag, oké, weegt het opslaan van al die data op tegen het telkens nieuw aanmaken? Het zoeken daartussen, et cetera. Precies. Super lastig. Maar, dus, ja. Als je inderdaad al die data gaat opslaan, dan moet je al die data doorzoeken. Ja, dat wordt ook geen succes. Dus ik denk een beetje kiezen tussen twee kwaden, in zekere zin. En ik denk dat de makkelijkste, waar ze dus voor zullen gaan kiezen waarschijnlijk, is gewoon telkens wat nieuws maken. Ja, dat proces is natuurlijk ook gewoon steeds efficiënter. Dus ja, dan zal het ook steeds minder kosten, denk ik. Oké, en dan was ik even benieuwd of je de ChatGPT Store al gebruikt had. Ik heb er een paar zelf gemaakt, gewoon wat kan. Er zijn bepaalde API's die ik vaak gebruik. Dus die heb ik, ik heb gewoon een assistant gemaakt voor die API's. Gewoon puur om te kijken hoe het werkt. Ja, het werkt wel grappig. Er zijn inderdaad best wel heel veel online gekomen. En je ziet inderdaad dat volgens mij degene met de meeste waarde, die maken gebruik van een andere dienst, via een API. Ja. Dat dan toch wel het beste werkt. Ja. En ik had verwacht dat het heel veel, er zullen ongetwijfeld heel veel consumenten, maar degene die nu in de top staan zijn, volgens mij ook best wel heel veel bedrijven die er dan op een slimme manier proberen nieuwe klanten door te werven, voor mijn gevoel. Dus dan kun je bijvoorbeeld via Canva, kun je de Canva GPT gebruiken, genereer je een afbeelding. En dan wil je een account aanmaken, ja, want dan kun je de afbeelding ook in Canva bekijken. Ja, precies. En dan kun je daarna ook weer nieuwe dingen in Canva afnemen, waardoor je een betaalde klant wordt. Ja, dus het is natuurlijk een nieuwe marketing tool, zo zou je het natuurlijk ook kunnen zien. Maar waar je het inderdaad heel veel voor ziet dat het wordt gebruikt, is inderdaad als een assistent. Die jou helpt met een start maken met het programma, met de tool, noem maar op. Want hoe vaak heb je wel niet dat je inderdaad een nieuwe tool wil gebruiken, maar dan eigenlijk eerst moet gaan uitzoeken,
Oké, hoe ga ik dit gebruiken? Wat moet ik hiermee? Moet ik hier andere informatie voor hebben? Moet ik hier verder induiken? En je ziet dat ze hier eigenlijk gewoon de basics al aan je uitleggen. En je eigenlijk helpen met die eerste stappen. Ja. En dat doen ze wel slim. Ja. En om daar inderdaad gelijk een soort marktplaats van te maken. Waarbij je eigenlijk alles kan vinden. Ja, dat is slim aangepakt. Ja, zeker. Ik zag ook consensus volgens mij. Waar je meer dan 200 miljoen publicaties zit. En dan vier verschillende aanbieders bij elkaar. En dat die daar ook antwoord over kan geven. En dan kan je ook nog doorklikken naar het publicatie zelf, is dat echt wel heel vette dingen. Er is veel potentie in. Ik ben me nog benieuwd, want volgens mij zijn er nog geen inkomsten op te... Nog niet. Volgens mij waren ze er inderdaad wel mee bezig. Dat je uiteindelijk net ook betaalde modellen kan krijgen. Maar volgens mij waren ze het eerst nog... Ja, het is natuurlijk nog redelijk nieuw. Dus ik denk dat ze nu een beetje aan het testen zijn. Oké, wat zijn de mogelijkheden? En dat ze daarna inderdaad betaald gaan uitbreiden. Een van die ideeën was volgens mij op het basis van gebruik. Dus hoeveel iets gebruikt wordt, dat ze dan een soort van compenseren in de abonnementen die mensen betalen. Want je moet plus hebben om toegang te hebben tot de store. En wat het ook wel tof is, dat je er wel... Je kunt gewoon letterlijk een beetje meekijken, denk ik, in de ideeën die mensen hebben in het ontwikkelen van koppelingen met AI natuurlijk. Hè? Want dat speelveld is enorm geworden. En nu kun je gewoon daar uren in struinen van, wat hebben mensen bedacht? Inderdaad, nieuwe ideeën. Het is natuurlijk ook gewoon puur inspiratie om te kijken, wat voor tools zijn er nou eigenlijk allemaal? Wat is er allemaal überhaupt mee mogelijk? En om dat te zien en denken, dat kunnen wij ook bouwen. Ja, en het leidt ook weer tot nieuwe ideeën. Dus dat is een bron van... En misschien wel inderdaad van, ik zie die en die, maar misschien kan ik die zelf wel combineren en zelf het nieuws maken. Dat blijft interessant. Je noemde ook net al even Rabbit R1 op. Ja, de Rabbit R1. Het is echt wel echt super vet, vond ik. Ja. Ik had de demo gezien online op YouTube. En wat is het, een vierkant oranje apparaatje? Ja, het is een soort mini-mobiel, een halve mobiel. Wat ik inderdaad in het begin zei, je krijgt steeds meer die gadgets die je helpen. Of die een nieuw soort interface zijn. Dus in plaats van dat je mobiel gebruikt, heb je straks inderdaad een assistent vast misschien wel. Of op je borst geplakt. Nou, dat is maar net welke vormfactor. En je ziet dat de Rabbit R1 een van de eerste gelijk wat groter opgepakte is. Zowel door de functies. Nou, ze hebben een leuke demo neergezet, wat op zich wel interessant is. Maar ook nog meer vraagtekens opgooit. Ja, heel veel. En aan de andere kant ook een hele mooie prijs. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Humane Labs of Humane AI, die hebben een prijskaartje van volgens mij vanaf €700. Ja, dan doe je het niet voor de leuk. €200, nou, dan kun je er nog mee wegkomen. Oké, dit wil ik proberen. Dit is natuurlijk een van de eerste. Wie weet wordt dit heel groot. Maar die prijskaart maakt het natuurlijk interessant om te gaan experimenteren ermee. Want tegenwoordig, iedereen kent AI. Iedereen wil gebruik maken van AI. Maar niet iedereen heeft de tools ervoor. Ja, leuk, ik kan een website bezoeken, maar ik ga niet elke keer een website opzoeken voordat ik het kan gebruiken. En als je dan gewoon een kant-en-klaar product hebt, wat je allemaal kan helpen daarbij, is natuurlijk heel, heel fijn. Ja, want wat kan het product dan? Het is inderdaad een lage instapprijs, $200. Het is geen maandabonnement. Ik krijg een soort mobiel, vierkant mobieltje, iets nieuws. Ja. Daar kan ik mee praten en die kan dingen dan voor mij doen. Ja. En ze noemden dat Large Action Model. Ja. Wat verstaan we daaronder? Ja, dan natuurlijk wat we al kennen is Large Language Model. En wat zij meer de focus op leggen is Large Action Model. Wat eigenlijk best wel slim is natuurlijk. Want wat dit gaat doen is, het gaat een assistent voor je zijn. En wat doen assistenten? Die voeren acties uit. Dus deze zal heel gefocust zijn op het begrijpen van opdrachten, het kunnen uitvoeren ervan en het kunnen onderscheiden ervan. Want wat je namelijk ook zag, is dat ze aan één rit door 4-5 opdrachten aan elkaar gaven. Van, ik wil graag dat je die belt en kun je dit in mijn agenda zetten. Oh, en ik kun je trouwens even een Uber voor me regelen? Want ik sta nu hier, ik moet naar huis toe naar mijn volgende afspraak. Oh, en kun je hier een foto van maken? Want ik wil dit straks nog even een keer bekijken. Het feit dat je dat in één rits door kan doen en hij kan dat opsplitsen in eigenlijk losse taakjes. Ja, dat is natuurlijk super, super gaaf. En hij is super snel ook, viel me ook heel erg op. En je hebt dus niet een telefoon nodig met al die apps. Hij verbindt zelf met die apps om dan die taken uit te voeren, hè? Ja, je krijgt in principe een portaal waarbij je verbindt met je social media of met de tools die je wil gebruiken. En daar kan hij direct op koppelen. Ik vond het wel super interessant, dus ik wilde hem ook eigenlijk wel aanschaffen. Maar goed, het is inderdaad en Amerikaans. En er was al gelijk volgens mij binnen een dag uitverkocht, 10.000 volgens mij. Ze spraken bij Rabbit, dachten ze, oké, als we 500 stuks verkopen, dan zijn we blij. En volgens mij de eerste dag hebben ze al 10.000 stuks verkocht. Ja. Zijn er al 10.000 besteld. En nu zijn ze volgens mij weer beschikbaar. Dus dat aantal, je ziet hoeveel het speelt, het schiet omhoog. En zonder ook maar, volgens mij, wat ook bijzonder was, enige echte aankondiging. Hè? Ze stonden natuurlijk op de CES,
Maar ze hadden niet echt wat groots aangekondigd. Gewoon die demo en boom, in één keer is het een trending. En het verkopen ze de 10.000. Ja, je ziet het dan hoe interessant het is. Ze hebben ook gelijk aangegeven van oké, het moet nog leren. Dus je zult zien dat hij in het begin misschien nog wat minder goed zal zijn. Maar het is wel iets wat je merkt dat ze, AI leert, wat ze actief mee bezig zijn, dat die dus steeds beter zal gaan worden. Dus nu, dit zal de eerste generatie zijn. Ik denk dat de tweede en derde daar steeds sneller en beter in zullen worden. Je kunt hem ook zelf dingen leren, modus. En volgens mij ga ik daar wel naar mijn laptop eenmalig om een soort van actie te verrichten. Van op deze manier stuur ik een e-mail. Dus vanaf nu mag jij het op die manier ook nadoen. Dat hij dat dan soort van kan zien en onthouden en kan doen. Dus ik ben benieuwd hoe dat werkt, maar het is wel, als het op die manier werkt, super interessant. Technisch ook is het inderdaad een hele uitdaging, maar het zou wel heel interessant zijn om te zien hoe ze dat... Want dan kun je heel specifieke acties die alleen ik in de hele wereld doe, ook laten ze gaan om aantrainen, in plaats van dat zij alle welbekende acties vooraf inprogrammeren. Ja. Soort van. De mogelijkheden zijn groot. En je ziet dat dit soort toeltjes steeds meer gaan komen. Dus ik ben benieuwd wat de toekomst brengt. Zeker, en over de toekomst ga ik het binnenkort ook hebben op de webwinkel Vakdagen, waar we ook met NRI's staan. Ik ben uitgenodigd door een van onze partners, CloudSuite, samen met volgens mij Blue Walnut, om het over de AI en de toekomst van e-commerce te hebben. We hebben het natuurlijk net al een beetje over de interface gehad, dus ik ga daar vast wel dingen over vertellen. Waarvan ik denk ik denk dat de hele interface daarin gaat veranderen. Ik heb hem gewoon een vraag en ik wil antwoord. Maar wat ik nog wel nieuwsgierig naar was, en misschien kan jij me daar in meehelpen van... Normaal land ik op een website en dan wil iedereen van mij informatie hebben om mij daarna op een of andere manier te bestoken, hè? Ja. Maar ik kom op de website om met een reden, toch? Ik wil daar wat doen, dus ik wil goed geholpen worden. Dus ik wil eigenlijk ook dat zij mijn data hebben, zou ik zeggen. Hè? Ja. Dan kan het niet zo zijn dat in plaats van dat zij mijn data moeten, dat ik alvast data meeneem. En alsjeblieft, ik ben Sander, ik kom kleding shoppen. Ik ben een man, dit is mijn lengte, dit is de kleuren waar ik voor hou. Toon mij gewoon wat bij mij past. Dan draai je het volgens mij een beetje om. Nou, de gedachte erachter is natuurlijk best wel logisch, want voor jou als consument... jij wil natuurlijk de beste service, dan is het logisch dat zij die informatie van je hebben. Ja. Ik zie op zekere zin ook wel een toekomst in het feit dat je uiteindelijk een soort profiel krijgt. Net zoals je bijvoorbeeld bij ChatGPT kan zeggen van hey, ik ben die en die persoon, dat zijn mijn interesses, dat je eigenlijk wel een soort profieltje krijgt, is dat je dat ook tussen websites kan meenemen. En dat je neem het gewoon mee, ik kom binnen en ik geef het aan hun, ik kies ook zelf wat ik waar af wil geven. Ja. En dat het dan op maat al geholpen wordt. Hè? Dan hoef ik het niet dit gangpad in, maar die. Dat is volgens mij wel... Ik zie daar wel mogelijkheden in. Ja, en het is natuurlijk heel gaaf dat als jij binnenkomt en zegt van... dat ze eigenlijk al zegt van... Hey, Sander, goed je weer te zien. Vorige keer heb je dit gekocht. Wil je weer hetzelfde of weer wat nieuws? Ja, dan zit het ook nog op jouw geschiedenis zelf. Dat je die zelf gewoon van allemaal kunt gaan beheren. En dat kun je natuurlijk met je vaste gebruikers... zou je dat best wel makkelijk, tussen haakjes, makkelijk, wat is makkelijk... makkelijk kunnen doen. Maar dan heb ik wel weer, als ik vaste gebruiker, dan heb je dat idee dat ik een account heb bij hun. Ja. Terwijl nu, moet dat wel? Heb ik niet gewoon... Precies. Ja, bij vaste gebruikers zou je inderdaad gewoon wel dat bericht doen van... welkom, welkom terug. Je hebt dit gekocht de vorige keer. Wil je nu een keer wat anders kopen? En bij nieuwe gebruikers zou je kunnen zeggen, mochten ze niet zo'n profiel hebben van... mag ik je data zien? Ja, mag ik je data zien? Je weet natuurlijk niet of je profiel bekijken, Maar waar ben je nou op zoek? Echt een gesprek aangaan. Natuurlijk zul je altijd klanten hebben die zeggen van... ik wil gewoon lekker zoeken, maar ik heb nog geen idee wat ik wil. Maar voor degene die wel een beeld in hun hoofd hebben... is het feit dat je daar gelijk bij kan helpen. Oké, typ eens uit. Wat zoek je? Een broek, blauw, noem maar wat. Dit zijn al onze blauwe broeken. Heb je nog een bepaalde maat? Ja, deze maat. Deze maten zijn nu beschikbaar. Ja, en juist als je het hebt over data delen... ik denk juist dat het misschien wel zou kunnen leiden... tot meer een soort van eigen controle over mijn eigen data. Dat het misschien ook wel weer wat heeft. En bovendien, de meesten zullen gewoon, als het effectief is... Ja. We gebruiken ook allemaal Google Maps tegenwoordig om ergens te komen. Tenminste, de meeste. Nee, wat je zult zien is... in de winkel krijg je natuurlijk vaak persoonlijke hulp. En ik denk dat ze dat met AI eigenlijk op de websites ook willen gaan creëren. En natuurlijk, als jij een winkel binnenloopt, je moet wel heel vaak komen, willen ze herkennen. Mm. Maar online is het natuurlijk een stuk makkelijker. Want we hoeven niet eerst je ID-kaart op te vragen. Als we die natuurlijk al hebben, bij wijze van spreken. Ja. Dus ik denk dat je eigenlijk de persoonlijke service die je in de winkel kan krijgen, dat je dat ook online gaat krijgen. Maar dan wel wanneer jij er zin in hebt. Niet dat je binnenkomt lopen en gaat gelijk een medewerker in je gezicht staan van... Jij ziet dat vooraf al, dat jij geholpen wil worden of niet. Ja, ik denk dat je daar een soort onderscheid in gaat zien. Dat ook steeds meer tools, browsers en zo daar tools voor gaan geven... om dat soort dingen te maken, slash aan te bieden. Ja, en dan had ik nog een andere vraag. Ik zat met een...
een klant van ons, een relatie vanuit het verleden ook al. En die hebben echt een, ik ga niet te veel in de details duiken, maar die hebben een mega grote bak aan data. Om te zeggen dat ze 30.000 regels hebben en gigaveel kolommen, laat maar zeggen. Oh, over welk model en welke vector database zouden we daarop moeten loslaten als ik daarop binnen wil zoeken? Dus moeten we dan naar bijvoorbeeld een langchain, zou die dat al goed kunnen doen? Of moet je dan dat ook gaan opknippen meer en al echt naar de agents gaan? Ik denk dat je sowieso specialisme wil toepassen. Het is natuurlijk een beetje afhankelijk van wat voor indeling die data heeft. Heb jij inderdaad één hele grote bak aan data en staat daar eigenlijk van alles door elkaar heen, dan wil je misschien agents hebben die specifieke data kunnen opsplitsen. Mm-hmm. Daarnaast inderdaad, als je die data toepasbaar wil maken, moet je natuurlijk verschillende tools gebruiken. Dus je zult inderdaad naar bijvoorbeeld LangChain willen gaan gebruiken die bepaalde search methodes toepassen. Mm-hmm. Of inderdaad bepaalde databases die net weer optimized zijn voor bepaalde toepassingen. Ik denk dat het is best wel case afhankelijk natuurlijk eigenlijk altijd. Maar het is sowieso een mix. Je zult echt maatwerk moeten gaan kijken. Oké, dit is jouw probleem. Dit wil je bereiken. Wat zijn de beste tools om hierbij te komen? En de vraag, kijk, want we kunnen natuurlijk wel zeggen, we maken een proof of concept met 10 regels, maar het zijn er 30.000. Dus dan valt volgens mij het vraagstuk, maar kun je dat wel goed testen met 10 regels? Of heb je dan al gelijk heel veel nodig om het goed te kunnen testen? Nou ja, 10 regels is natuurlijk een goed begin. Wat je bij wijze van spreken kan doen is, pak die 10 regels, abstraheer ze misschien een beetje, want je wilt natuurlijk geen echte data gebruiken, maar zorg dat je data hebt die daarop lijkt. En zeg tegen ChatGPT of schrijf even een scriptje die er ook 10.000 van maken met random waardes. Mm-hmm. Dan kun je daar heel makkelijk natuurlijk even een soort testdata van maken. Je moet in principe gewoon een paar voorbeelden hebben. Ik denk dat je dan eigenlijk een hele goede dataset al kan maken puur voor testen. Ja. En de echte functionaliteit, het enige wat verandert is natuurlijk de waarde van de data, maar de data bestaat al. Dus inderdaad, met 10 regels ben je er al gauw. En ik wil het puur bevragen, de data. Hoe ziet het wat jou betreft dan een proof of concept eruit? Het is natuurlijk een beetje het doel wat je wil bereiken. Inderdaad, als je puur wil bevragen, dan krijg je denk ik een soort gewoon een chatassistent. Dat je bij wijze van spreken ChatGPT krijgt, maar dan vragen kan stellen over die specifieke dataset. En natuurlijk dan met een interface waarbij je de data ook fijn kan inzien. De resultaat, laat maar zeggen. Ja, als je een resultaat krijgt uit je search, dan wil je natuurlijk wel het normaal kunnen lezen, omdat je kolommen gaat tellen. Kijk, ik zit nu op deze kolom. Ja, dat gaat niet werken. Dus op je bestandregel 19.816 moet je zijn. Dat wordt er niet. Nee, dus het wordt inderdaad, ik denk gewoon een combinatie van een chatassistent, gewoon met een mooie chatinterface die jou eigenlijk best wel makkelijk en overzichtelijk de data toedient. Ik denk dat zeker voor het gebruik van, of wat gebruikers gewend zijn, dat dat heel belangrijk is. Mooi, dan denk ik dat we daar binnenkort mee aan de slag kunnen. En dan wil ik je bedanken voor vandaag. Ja, ook bedankt. Tot de volgende keer. Tot de volgende. Je hebt geluisterd naar een aflevering van Enrise AI. Enrise is een digital agency gespecialiseerd in complexe maatwerkopdrachten. We zijn een zelfsturend collectief van autonome teams. Wil je meer weten over ons mooie bedrijf? Of bijvoorbeeld kijken voor welke opdrachtgevers Jeffrey en Sander werken? Ga dan naar enrise.com. Wil je met ons in contact komen? Stuur dan een mailtje naar ai@enrise.com.